Zo, het is 9:00 geworden. Goedenavond allemaal en welkom bij de ronde van PI4RCG. Papa India 4 Romeo Charlie Golf, oftewel Radio Club Het Gooi. Het verenigingsstation van de Veerom, afdeling Het Gooi, regio 15. Met de 2-wekelijkse uitzending. Nou, daar heb je dan wel 3 weken op moeten wachten. En dat kwam natuurlijk omdat de vorige keer 5 donderdagen in de maand zaten. Ja, en dan slaan we dus een keertje over. Maar goed, het is weer vanavond weer zover. Helaas hebben we niet zoveel nieuws, want het is nog steeds komkommertijd met al die corona. Dus ja, we hebben eventjes de websites afgestruind. En ja, wij zenden vanavond uit van een hele bijzondere locatie, namelijk de Radio Kampweek van de VZA. En dat is in Oosterwijk. Nou, daar zitten we hier gezellig. Ik heb allerlei mensen om me heen staan die op dit moment grotendeels bezig zijn met de vossenjacht of net terugkomen van de vossenjacht. En nou, het is hier inmiddels weer lekker weer. Dus vanmiddag hadden we weer even wat regen. Maar op dit moment wordt de Haagse jacht hier gelopen en is het reuze gezellig. Of de Noord-Hollandse jacht, die wordt gelopen, ja. Reuze gezellig. Dus ja, de deelnemers komen allemaal weer een beetje binnenvallen. Dus een bijzondere locatie op dit moment. Hoe doe ik dat? Nou ja, zoals ik het eigenlijk altijd doe, met de remote rig set. Dus ik zend wel degelijk vanuit Hilversum uit, maar we zitten via de remote rig dan op deze locatie. Natuurlijk via het wereldwijde internet. Oké, nou wat hebben we vandaag allemaal in de ronde? Ik heb even een paar nieuwsitems kunnen vinden die misschien interessant zijn. En laat ik daar maar eens even mee beginnen. Namelijk de zomerkampronde van de Jota Joti. En normaal zit de Jota Joti ergens in het eind van het jaar in de herfstvakantie, ergens in oktober. Maar zij hebben in dit moment ook zomerkamprondes. Dat betekent dat de scoutinggroepen, op het moment dat zij op kamp gaan, een zendamateur mogen uitzoeken. En daar kunnen ze dan op bepaalde dagen, dat zijn namelijk de woensdagen in de zomer, kunnen zij dus verbindingen maken met andere groepen. Nou, en welke dagen zijn dat? Dat gaat om 14 juli, 21 juli, 28 juli, 4 augustus, 11 augustus, 18 augustus, 25 augustus en 1 september. Dus op die woensdagen zou het kunnen dat je dus ineens scoutinggroepen op de band gaat horen. Want die kunnen dus wel degelijk met elkaar verbinding maken dan. Daar zit natuurlijk dan wel een zendamateur bij. Dus dat zou maar zo kunnen. Dan hebben we de examens. Afgelopen april zijn er examens weer geweest. Eindelijk, na lange tijd. En daar zijn dan 19 geslaagden van de F-examens. En dat is 67%. En we hebben 36 geslaagden voor de N. En dat is maar liefst 90%. Nou, wil je nog studeren of ben je nog bezig? Er is inmiddels een boekje uit. Dat is 20 jaar F-examens. Dat is gemaakt door PA 4 Ton. En dat boekje dat kost €20 en met verzenden €25. En daar kun je dus gewoon alle examens van de afgelopen 20 jaar gaan oefenen. Nou, dan krijg je een aardige indruk van wat er gevraagd wordt bij de examens. Natuurlijk is het eerste cursus wel een vereiste om dat te gaan doen, maar de examens gaan je zeker helpen om wat verder te komen. Oké, als laatste heb ik staan dat wij hier op de Radio Kampweek ook amateurtelevisie maken. Dat doen we wel erg lokaal. Dus dat zal voor de meeste amateurs moeilijk zijn om dat te ontvangen. Maar onze uitzendingen die zijn 's avonds om 10:30. En die zijn dan ook zichtbaar op het internet. Hoe kun je dat doen? Als je live wil kijken, dan kijk je op www. Of nou, het is geen www ervoor, maar twitch.tv. Tango Whiskey India Tango Charlie Hotel.tv en dan /PI4RKW. RKW staat voor Radio Kampweek natuurlijk. Daar zijn de uitzendingen live op te volgen. Maar dat betekent dat ze daarna wel uitgaan. En dan is het de site verder offline. Dus je kan alleen maar om 10:30 kijken. Als je nou zegt van ik wil eventjes de uitzending in de herhaling zien, dan ga je naar het YouTube kanaal van PA2JAC. Dus dat is Jacques, onze bekende videoman uit het Gooi, PA2JAC op YouTube. En daar zie je de rest van de uitzendingen. Dus dan kun je nu al kijken wat wij afgelopen week allemaal hebben gedaan. Voornamelijk natuurlijk het vossenjagen, want dat is coronaproof en dat kan allemaal. En voor de rest hebben we ook nog een bouwproject gehad en een damesochtend.
En nou, het is hartstikke gezellig hier. Helaas wel weer voor ons waarschijnlijk de laatste keer hier. Omdat er verbouwd gaat worden. Dus dan moeten we weer een nieuw plekje gaan zoeken. Maar goed, in ieder geval nu dus live vanuit deze Radio Kampweek. En ik heb verder geen tijdschriften voor jullie, omdat ik die tijdschriften gewoon nog niet heb. Die zullen waarschijnlijk wel thuis bij mij in de bus liggen. Maar die, ja, daar kan ik op dit moment even niet over beschikken. Dus die krijg je volgende keer te horen. Goed, wat we dan gaan doen is natuurlijk zometeen de inmeldronde. Om te kijken of er nog mensen zijn in deze coronatijd die nog luisteren op dit frequent. En dan, ja, er zullen er een aantal minder zijn, want er zitten er een paar, die staan hier gewoon letterlijk naast me. Ik zie onder andere Johan staan, PA5 Tichtner, die meldt zich altijd in. Die hoeft zich niet in te melden, want die staat er hier naast me. En ook Joop. Hè? QRV. Ja, QRV. Wij hebben ze wel allemaal echt. Joop die staat hier ook naast me, JVA, en ik heb Misha, PA1 OKZ hier staan. En ik heb Chef, PE5 PVB hier staan. Ik heb PA0 GVO hier. En ik heb Dennis, PE1 NOB hier. Dus het is een gezellige boel. Op dit moment komen er nog steeds jagers binnen die met de Noord-Hollandse jacht bezig zijn. Volgens mij toch best wel lastig. Want pieperspijlen en er komt dan niet alles binnen. Ik ga gewoon eens even vragen. Misha. Hallo. Dit is de Gooise Ronde, PI4RCG. Hoe gaat de jacht? Die is net afgelopen voor ons. Ja, voor jou. Ja, voor ons. Maar hoe was die? Want je kwam na een kwartier alweer binnen en toen had je nog niet genoeg. Nee, toen bleek er nog meer te liggen. We hadden een stukje van het parcours gemist. Want de piepers lagen zo dat je eigenlijk logischerwijs een andere route zou willen lopen. Maar we moesten nog een ommetje maken. Ah, nou oké. Okay. Dus het was even zoeken naar alle piepers. Maar goed, volgens mij denk je nu ze wel allemaal te hebben. Dus je hebt het formulier ingeleverd en dan gaan we het zien. Hè? Ja, prijsuitreikingen die zijn ook altijd in de televisie te zien. Dus ik zou zeggen, kijk eens eventjes op het YouTube-kanaal terug van PA2JAC. Daar zie je onze uitzendingen die geweest zijn. En op twitch.tv/PI4RKW vind je 's avonds dan de live-uitzending om 30:30. Nou, daar ga ik het wat betreft deze ronde even voor houden. Ietsje korter als normaal, omdat ik de tijdschriften dus nu niet heb. Maar ja, ik ben ook op vakantie en de tijdschriften liggen lekker thuis bij mij in de bus. Oké, dan gaan we maar eens even beginnen met de inmeldronde. En dan ga ik eens even een lijstje maken van de mensen die misschien zitten te luisteren. Voor wie net ingeschakeld is, dit is PI4RKW, Papa India 4, Romeo Kilo Whisky. Nee, niet RKW, PI4RCG, ik ga het helemaal door elkaar gooien. Want ik moet ook af en toe hier de ronde doen, ja, dat is echt lastig hoor. En dan nog niet eens onder mijn eigen kool. Dus PI4RCG, Radioclub Het Gooi, verenigingsstation van de Veron, afdeling Het Gooi, regio 15. En die gaat over op ontvangst voor de ronde. Nou, mijn kwestie. PA0 Mike Whisky, had ik net al gehoord inderdaad. Ik heb je opgeschreven, Jan. Staat genoteerd. Trouwens, voor degene die het alleen voor de presentie willen, zeg het er even bij, dan zetten we er een peetje bij. Voor nummer 2, PI4RCG. PE1 Ion. PE1 Ion, staat genoteerd. RCG luistert. Papa Alpha 3, Juliet Bravo Alpha, goedenavond voor de presentielijst. Ja, goedenavond papa Alpha 3 Juliet Bravo Alpha voor de peetje. Staat genoteerd, RCG luistert. Papa Delta 9 Juliet Foxhot Papa voor de presentielijst en hoop dat de clubgebouw heel gauw open gaat. Over. Maarten. Ja, waren er twee door elkaar. Ik heb genoteerd. Papa Delta 9, Juliet Foxtrot Papa. Met de hoop dat de clubgebouw open gaat. Dat hopen wij natuurlijk ook. Alleen het blijft nog steeds lastig met de huidige coronamaatregelen om dat te doen. Hè. Dus, maar we gaan dat binnenkort vast wel horen als het wat versoepeld wordt. En dan hoorde ik ook nog... dat was Ronald. Ronald, ik weet... even, wie is de kol ook alweer? Andere Ronald. Ik weet je kol even niet meer, maar ik weet dat het Ronald is. Dus graag nog even een retour. Ja, oké, Maarten, heel goed. Papa Alpha 3 Golf Lima Victor is de kol zijn.
Ja, en ik hoorde Oscar Charlie Charlie ook roepen. Dus misschien dat je die van jouw kant bij mij is die van. Dus ja, dat is af en toe heel raar. De ene amateur hoort de andere weer beter als de andere. Oké, Roland, PA3 Golf Lima Victor. En het is Roland, hè? Je hebt Ronald, Roland. Ja, dit is net twee letters verschil. Ja, oké, Roland. Prima. Staat genoteerd. Per PA3GLV, hè? En het is voor de volle presentie? Helemaal, goed. Zet ik erbij, hè? Ga ik verder luisteren. PI4RCG. Papa Alfa 9, Mike Bravo. Goedenavond. Ja, goedenavond. PA9 Mike Bravo staat genoteerd. RCG luistert. Bravo voor de presentielijst. Goedenavond. Oeh, waren er twee door elkaar. Iets met Kilo Bravo antenne. Wie was dat? Het is Papa Echo 1 Papa Kilo Bravo voor de presentielijst. Goedenavond. Ja, goedenavond. Papa Echo 1 Papa Kilo Bravo voor een peetje staat genoteerd. Wie was er dan nog meer op dat frequent? PECHL. Ja, PE1CHL heb ik genoteerd en ik hoor volgens mij heel erg in de verte Oscar Charlie Charlie, klopt dat? Oh, je bent wel heel slecht te nemen, dat ben ik niet van je gewend. Ik weet niet of er iets veranderd is bij je, maar het zit heel diep in de ruis. Ja, dat is je ook zacht. Ja, oké, genomen. PE1 Oscar Charlie Charlie zit op een andere locatie, dus... Prima. Nou, dan is het duidelijk voor ons, hè? Oké, ga ik verder met de lijst. PI4RCG. Nee, heb ik even niemand? Ga ik naar boven. Voor de eerste, en dat is Jan, PL0 Mike Whisky. Goedenavond. Goedenavond, Maarten. Dat is PL0 Mike Whisky. Ja, ik heb de hele uitzending opgenomen. Het was natuurlijk maar een korte uitzending, maar ik kan altijd nog eens even afluisteren, kijken of er nieuws waren. Nee, ik weet nu waar je zit, in de Oosterwijk daar dus. En je hebt een van de kunstzinnige schakeling bedacht dat je dus van je huis uit die zender kunt bedienen daar vandaan. Ik vind dat heel knap, ik zou het niet kunnen. Dus en dan vind ik het toch wel heel knap als je daar hebt staan. Zelfs als ik weer weet, maar zo zijn de tijd toch wel eens voor dat allemaal weer in elkaar zitten. Goed, gewoon prima uitzending. Het komt er uiteraard om toch een tolkaanse zons ontzettend hard binnen. Dus dik over de S9 hoor, prima. Goed, bedankt. Ik ga dus even op het gemak afluisteren. Het was nog een korte uitzending, dus het is gauw gebeurd, hè. Oké, groetjes van deze kant en een plezierige vakantie daar in Oosterwijk. Bye bye. Ja, oké, Jan. Nou ja, je moet zo denken, het internet zit ertussen. Daar kun je gewoon een verbinding overheen maken. En daar zo op die manier sturen we de zender aan, hè. Dus ik zit hier op dit moment lekker buiten op de veranda aan een tafeltje met de set. En ja, zo maken we de verbinding. Oké. Ben je rechtstreeks? Ja? Ja. Oh. Bij Robbie, je kan het wel proberen. Oké, Robbie hoort mij rechtstreeks. Die zit hier met een mastje van een meter of zes, denk ik. En die hoort mij dus vanuit Hilversum, hoort hij mij hier ook in het huisje. Nou, ik ben benieuwd. Ik ga zo eens even proberen. Oké, Jan. Zou zeggen groeten en tot de volgende keer. Ga ik naar PE1ION. Goedenavond. Ja. Ik hoorde nog wat. Ik weet niet, het was dubbel. Ik ging voor PE1ION. Wie... Ja, goedenavond Maarten en iedereen daar. Hè. Van Papa Echo 1 in de Oscar November. Het is alles goed genomen hier. Ja, ik had eigenlijk beter kunnen zeggen voor de presentie, maar dat geeft niet. Leuk om je ook even te spreken. Je had nog even eigenlijk langs willen komen, maar ja, er gingen wel heleboel andere dingen nog. Of andere dingen. Je moeder is ook even belangrijk. Moment. Ik zou zeggen, nou, ik heb het even in mijn keel. In ieder geval nog bedankt voor de uitzending. Ja, oké. Nou, groeten en ik zie je hopelijk snel weer in de radiokelder, hè. Ga ik naar de volgende op de lijst. Papa Delta 9, Juliet Fox Papa. Was dat ook zonder Peetje? Ja, theoretisch voor de presentielijst, maar leuk dat jullie daar naar je zin hebben. De Radio Kampbeek, ik heb er het een en ander van gehoord. Zelf ben ik er nog nooit geweest. Ja, ik ben meer een watersporter, dus het is geen kampeerder, zeg maar. Maar was voor de presentielijst, leuk dat ik jullie weer hoor. En inderdaad, ik hoop dat de radioclub gauw open mag, dan zien we elkaar ook weer. Veel plezier daar nog, ik luister nog even mee. En bedankt voor de uitzending.
Ja, oké. Okay, bedankt in ieder geval voor het inmelden. En tot de volgende keer. En dan hebben we ook weer wat tijdschriften. Dus dan is de uitzending ook weer wat langer, hè? Oké, okay, groeten. En ik zie je. P, even kijken hoor. De volgende op de lijst. PA9 Mike Bravo heb ik nog staan. Zonder P'tje. Klopt dat? Ja, klopt. Goedenavond, hè. Dus PA9MB. Nou, hartstikke leuk dat onder de weer is. Ik had vanmiddag nog een paar verbindingen gemaakt op de 10 meter. Die band was ook alweer open. Niet te gek hoor, was een beetje Northern Ireland en Noorwegen, maar ik hoor eigenlijk van alles wel een beetje in Europa. Ik heb een RTL SDR'tje aangezet hier ook. Dus ik heb gelijk een bandscoopje erbij, leuk. Deze keer een aparte antenne ervoor, dus hij kan continu blijven draaien. Dus zo knutselen hier weer wat aan, hè? Microfoon weer een toer van PA9MB. Ja, oké. Dat zijn leuke dingetjes inderdaad, die stickjes. Ik heb er laatst toevallig eentje aan mijn Android-telefoon geknoopt. Dat gaat ook, hè? Een stukje software erop draaien en je hebt gewoon een mobiele ontvanger. Dus kun je leuke dingen mee doen. Oké, volgende op mijn lijstje zonder P. Papa Echo 1, Charlie Hotel Lima. Pop, goedenavond, RCG. Ja, goedenavond ook. En goed aan alle omstanders die ik ken. Misschien zie je ook wel de mensen van P4VAZ, hè, die zullen ons aan de grond hangen. Ja, het was natuurlijk jammer dat er vandaag geen vlooimarkt was. En ik dacht, het was er mooi weer voor geweest. Hè. Het is pas eind van de middag gaan regenen hier, dus ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar dat was... mooi weer geweest voor een vlooienmarkt. Lekker temperatuurtje en zonnetje. Maar goed, nog maar weer een jaartje wachten dan. Hè. Ik heb dat dat YouTube-kanaal geabonneerd. Dus als het ronde afgelopen is, dan zal ik eens kijken wat er te zien is. Hè. PI4RCG, PNCHL. Ja, oké. Okay. Nou, de vorige afleveringen van de afgelopen dagen staan er al op. Dus die kun je sowieso bekijken. En dan... vanavond de live-uitzending via Twitch weer. En we zenden dat hier trouwens ook uit op de 23 centimeter wand. Op 1270 megahertz. Maar dat is heel lokaal, hè? Dus daar gaat niemand anders wat van zien. En dat is in DVB-S HD. Dus mensen hebben mooie plaatjes hier. Ja. Oké, Rob. Nou, ik zou zeggen tot een volgende keer maar weer. En dan heb ik op dit moment 9 mensen op mijn lijstje staan. Dan ga ik nog eens even verder luisteren of er nog nieuwe inmelders zijn. PI4RCG. Nou, ik hoor niks meer. Dus dan moeten we het daar maar even bij laten, denk ik. Volgende keer weer een wat uitgebreidere ronde. Het is nu vakantietijd even voor mij. Dus, maar we hebben in ieder geval een ronde kunnen draaien vanaf deze locatie. En dat is wel leuk, hè. Dus ik zou zeggen, tot de volgende keer allemaal. Gaat PI4RCG sluiten. Oké, Maarten, bedankt voor het leiden van de ronde. En leuk dat je daar zo op afstand hebt kunnen doen. En verder een fijne vakantie daar. Ja, dankjewel, Roland. En groeten. Ja, Maarten, bedankt. Van PR9MB. Bye-bye. Hoi. Ja, bedankt. Hè. Je had de vorige keer gezegd dat er geen ronde zou zijn. Dus ik had toevallig op de frequentie staan, anders had ik het ook gaan missen. Tot de volgende keer. Ja, nee, maar we hebben op het laatste moment gezegd van, nou, we gaan het wel doen, maar dan inderdaad met de remote rig, hè. En dat was nog eventjes natuurlijk de vraag of het allemaal werkt, maar op zich is het geen probleem. Het setje zit hier in een klein 4G-routertje geprikt, waarmee ik rechtstreeks verbinding heb op het T-Mobile-netwerk. En die mast van T-Mobile staat hier op het terrein, dus ik heb een lekkere dikke verbinding. Want de wifi, dat is niet al te best hier vanwege... de hoeveelheid mensen die daar is. En dat netwerk wordt behoorlijk overbelast. Hè? Dus dat is instabiel. Dus ik heb het op deze manier opgelost. Maar dat gaat hartstikke goed. En zo doe ik het natuurlijk eigenlijk elke keer. Want thuis zit ik ook met de remote rig. Maar dan vanuit Hulshorst. Hè? Dus oké, Rob, groeten. En tot volgende keer van PE7M. Ja, gaat prima, Maarten. Ja, die mensen van P4VZ die werken ook op die manier. En die hebben nog wel eens een keer hikjes in de uitzending met dat 4G, maar bij jou is niks van te horen, dus prima. Nee, maar dat is wel het valt of staat of er een goed modem aan hangt. Ja, als je Ron daar nog ziet, dan laat hem maar zien. Hè. Ja, die komt zaterdag weer, want dan komen ze hier uitzending doen. Oh, leen hem dan maar je modem uit. Ja.
zal eens even kijken. Oké, groeten. Ja, bye.